Ik ga vandaag met jullie chocoroepjes maken. Dit stond al een tijdje in de kast en het leek me leuk om dit te maken. Ik heb dit nog nooit eerder gemaakt, dus ik ben best wel benieuwd of het iets gaat worden. Ik moet een paar dingen toevoegen aan de chocoroepjes. Dat is 50 gram boter, 1 ei en 175 milliliter melk. Ik ga de binnenkant van de doos even openmaken. Om te zien wat er eigenlijk allemaal in zit. Er zitten zoals je ziet 3 dingen of 4 dingetjes in. Crèmepoeder. Glazuur. Crispy bolletjes. En de bakmix. Ik ga beginnen met de oven voor te verwarmen op 180 graden. Oh, de andere kant op. 180 graden. Mijn boter zit nu in de beslagkom. En ga ik nu mixen zacht en romig. Ik heb nu de bakmix, de melk en het ei toegevoegd. En dan ga ik mixen met een mixer. Mijn eerste paar bolletjes zijn klaar. Ik heb ze met 2 lepels. Heb ik elke keer een klein beetje erop gedaan en dan weer zo ervan afgeschraapt. Ik doe het daar ook, want ik heb nog een bakplaat. Want ik heb nog een beetje beslag over. Die ga ik nou in de oven zetten. Ik weet niet hoe lang ze moeten. 10 tot 12 minuten. Dan gaan we dat doen. Ik heb hier een bakplaat. Dit is niet echt een bakplaat, maar hier kan er ook op. Dan heb ik hier bakfolie, bakpapier. Dan ga ik er overheen doen, zodat niet de koekjes er doorheen vallen. Dat knip ik af. Laten zien. Je pakt wat chocolade. Dan leg je dat, doe je dat zo hierop. En je moet ook een beetje ruimte overhouden. Kijk, dat blijft allemaal liggen, hè? Dat bakpapier. Anders was het net iets fijner. Ik probeer ze allemaal een beetje even groot te maken. Als de koekjes in de oven zitten, dan gaan we vast de vulling maken. Daarmee doe ik de crèmepoeder en de beslagkom. En de overgebleven melk. En ook die kloppen tot een zacht en luchtig beslag. De koekjes zijn klaar. Ik heb alvast 2 stukjes koekjes gepakt. En die zijn al een beetje koud, of ja, afgekoeld zeg maar. Nu ga ik met een 2-lepel de vulling erin doen. Ik denk niet dat er heel veel in moet. En die ga ik gewoon even opsmeren. Ik pak de onderkant van de koekjes, want daar vond ik de bovenkant zit net een mooie laag op, dus dat vond ik net wel mooi om de onderkant te pakken.
Doe ik hem erop. Ik doe er een beetje. Mijn glazuur is wel wat dik. Een beetje glazuur erop. En een paar bolletjes. Mijn eerste koekje. Tada! Ik vind het nog best goed gelukt eigenlijk. Mijn chocohoepjes zijn klaar. Ik vind ze best goed gelukt, al zeg ik het zelf. Zo zien ze eruit. Ik ga er even één proeven. Ze zijn echt lekker. Ja. Dan wil ik je weer bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je mijn video leuk vond. En vergeet niet onder in mijn YouTube kanaal te abonneren voor de volgende video. Dan zie ik jullie snel weer. Doei!